Jong Sparta verliest vandaag met 1-0 bij Jong Almere. Het is wel de derde nederlaag waarin jullie met 1-doelpunt verschil verliezen. Ja, dat maakt het misschien nog wel extra zuur. Ja, klopt. Vooral omdat zij ook binnen onze competitie een directe tegenstander zijn. En ook leeftijdsgenoot. Dan wil je altijd laten zien dat je de bovenliggende partij bent. En dan, ja, als je dan 1-0 hieronder gaat, dan is het echt extra zuur ook. Ja, wat maakt het zorg dat ook voor wat extra druk? Omdat jullie weten dat, dat Jong Almere jullie concurrent is dit seizoen. Nee, totaal niet. Uiteindelijk hebben we nog veel wedstrijden die komen. En ik heb wel veel vertrouwen in het team dat we alles kunnen omdraaien en ook veel gaan winnen. Ja, jullie waren vandaag eigenlijk de hele wedstrijd best wel onmachtig. Voel je dat zo ook op het veld? Ja. Je verliest veel tweede ballen vooral. Ja, dan bij Vlagen speel je gewoon beide een redelijk potje. Je laat af en toe wel goed voetbal zien, maar je ziet ook dat veel rommelige ballen is. En dan winnen zij dan de tweede ballen. Dan voel je wel een beetje de onmacht. En ik denk, wij als team moeten gewoon volwassenen worden. Als we dat merken, dan toch wel wat gewoon op resultaat gaan spelen. Dus inzakken en bekant. Ja, merk je dat ook op het veld? Of voel je dat dan ook op het veld waardoor het komt dat je die tweede ballen veel verliest? Kijk, bij iedereen is het anders. Sommigen is het vermoeidheid. Sommigen gewoon slecht anticiperen. Ik denk wij als centrale verdediger moeten dat gewoon eerder opmerken en het team gewoon bij elkaar houden. Dan laten we maar voetballen. Weet je. Met voetbal ga je niet per se winnen. Weet je. Het draait uiteindelijk om doelpunten en dan moeten wij gewoon op resultaat spelen. Ja, wat ook opviel vandaag is dat jullie eigenlijk een nauwelijks echte kans hebben gecreëerd. Terwijl de afgelopen weken verloren jullie vaak doordat jullie je kans niet afmaakten. Vandaag is er niet eens een echte serieuze kans geweest. Waar kwam dat door? Moeilijk te zeggen. Want ja, ik denk dat zij ook gewoon hun huiswerk hebben gedaan. Ze wisten redelijk waar onze dreigpunten waren. Ja, we hadden een moeilijke oplossing daar. Dus je krijgt wel een paar kansen, maar het waren niet uitgespeelde kansen net als de weken daarvoor. Nee, dat viel mij ook op. Als je dan natuurlijk nog verder kijkt, jullie komen na een uur spelen op een 1-0 achterstand. Ja, dan ga je natuurlijk nog wel op jacht op die gelijk maken, maar een slotoffensief kwam niet echt van de grond. Heb je daar een verklaring voor? Veel vermoeidheid. Je moet ook opportunistisch spelen. Dan ga je sneller op de lange bal. Je gaat ook een aanvaller erin brengen. Zij stonden gewoon goed, compact. En ze speelden de wedstrijd ook gewoon dood. Weet je. Dan zie je dat ze de ballen pakken en dan gaan ze de hoekje in. Daar proberen tijd te rekken. Dan puff je langzaam uit als team ook. Omdat je veel meters moet maken. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, de laatste kwartier ben jij de aanvoerder omdat er dan een Vianello gewisseld wordt. Dus je bent sowieso natuurlijk een van de ervaren spelers hier in het team. Ja, dan probeer dan die ploeg nog wel, jouw ploeg echt nog wel op sleeptouw te trekken. Ja, ik denk dat ik als persoonlijk punt voor mezelf het meer kon doen. Ik kon de boys gewoon scherp houden. Maar ik zelf ben meer bezig met het verdedigen ook. Weet je. Ja, natuurlijk, we moeten scoren, maar het is ook belangrijk om geen doelpunt tegen te krijgen. Dus dan laat je het aanval wat liggen. Ik denk dat dat gewoon een verbeterpunt is voor mezelf. Ondanks alles de boys gewoon meenemen. En ik ga daarop letten volgende keer. Ja, volgende week een nieuwe kans op 3 punten tegen Rijnsburgse Boys. Veel succes dan. Dankjewel.